Het directoraat cultuur die heeft er vandaag een voorproefje gehouden voor wat zal moeten worden de tweede editie van de Vesting Stranang Kukrum. Het is er vorig jaar gehouden, de eerste editie. Groot succes, heel veel bezoekers, maar er zijn ook een aantal kanttekeningen toen geplaatst. Nou, dat heeft de organisatie nu allemaal meegenomen en dat zal de verbeteringen moeten dus dan duidelijk te zien zijn bij de tweede editie die op 25, 26 en 27 augustus aanstaande gehouden zal worden. Wij van TBN Bruimelert waren er vandaag ook aanwezig bij dat voorproefje, welke werd gehouden op het terrein van het directoraat cultuur. U hoort de muziek op de achtergrond, u ziet er een gezellige drukte achter ons. Mensen zijn erop afgekomen om te eten, om te proeven. Want u weet het, Surinamers houden over het algemeen van lekker eten. Wij voeren nu naar het volgende verslag. Directeur cultuur, Roseline Daan, wat is de bedoeling van deze dag? De dag hebben we genoemd een Tisnafissi. Betekent niets anders dan een voorproefje op het Vesting Kukrum Festival. Dat in het weekend van 25 augustus gehouden zal worden. En wie zijn de participanten? Zijn het mensen die weer men terug gaat zien op dat grotere Vesting Kukrum? Dat is inderdaad zo. Een deel van de standhouders heeft zich aangemeld om de mensen een voorproefje aan te bieden van wat ze zullen gaan presenteren in het weekend van 25 augustus. We hebben gemeend dit te moeten doen. Het vorige jaar was gewoon een succes, maar het vorige jaar had ook een minpunt waarbij het eten gauw uitverkocht was. Dat wil ik net vragen, wat heeft de evaluatie uitgewezen? Ja, dat is één van de punten. Het eten was heel snel op. En dat hebben we dit jaar aangepast, aangevuld met meer standhouders. En we hebben ze ook enthousiast gemaakt van, hey, laten de mensen eerst even komen proeven van wat jullie aan te bieden hebben. Zodat op de dag zelf ze een idee hebben wat ze kunnen verwachten. En zulks is ook gebeurd vandaag. Weliswaar hebben we er niet voor gekozen om hier echt houtvuur te hebben. Vanwege het feit dat het gaat om overheidsterrein. En we moeten natuurlijk rekening houden met de veiligheidsaspecten. Maar waar we wel naar hebben gekeken is dat er geen blikjes zijn opengetrokken. Mensen hebben hier gekookt op die, zoals we die kennen, de gascomforts. Daarop hebben ze gekookt, maar we hebben nogmaals gekeken naar de wijze van bereiden. Zijn de handschoenen aangedaan en dergelijke. En alles is keurig verlopen. Ja. Wat is het groter plaatje? Wat willen jullie bereiken met Vesting Kukrum? Ja, de naam zegt het. Vesting Kukrum, het gaat om authentieke gerechten. Bleek dat die gerechten de wijze van bereiden van die maaltijden verloren dreigden te gaan. Een aantal namen was en is nog steeds niet bekend bij de huidige generatie. En om te voorkomen dat dat verloren gaat, hebben wij gemeend om dat weer te gaan introduceren. Een prachtig idee van individuen geadopteerd door het directoraat cultuur. Omdat het helemaal past binnen ons beleid. Het beleid van het conserveren van erfgoed. En in dit geval hebben we het over immaterieel erfgoed, het culinaire gedeelte. Ja. En de tweede editie, welke dan binnenkort wordt gehouden, 25 augustus begint het allemaal. Gaan jullie dat uitbreiden, waarmee? Ja, we breiden het uit. Het is op 25, dat culinaire gedeelte is er. Maar we gaan ook een podium bieden aan verschillende artiesten en ook nog de verschillende culturele groepen om te laten zien wat Suriname heeft aan diversiteit, aan etnische mogelijkheden. Niet zozeer aan mogelijkheden voor ons alleen, maar ook nog om een bijdrage te leveren aan het toeristisch kader om toeristen aan te trekken in Suriname. Maar belangrijk is dat de algehele focus niet is zozeer op muziek, maar wel het eten. Ja. En dit project wordt financieel gedragen? Voor een deel vanuit de overheidsbegroting. We hebben de Nationale Commissie Jubileumjaren met als thema eenheid is kracht. En omdat we ook die eenheid etaleren bij ons Vesting Kukrum Festival, hebben zij een deel van de begroting op zich genomen. Maar het overgrote deel wordt gedragen door sponsoren. We hebben de SAB en we hebben Fernandes. Ja. Hebben jullie kunnen meten
Hoeveel bezoekers jullie vorig jaar hebben gehad? Vorig jaar hebben we dat niet gericht statistisch gedaan, maar wel mensen die kennis hebben van hoeveelheden. En zij hebben een estimate gemaakt van ongeveer 24.000 bezoekers. En dit jaar verwachten we veel meer. Met de vakantie nu? Ja, helemaal. Waarmee een van de eerste activiteiten voor de vakantie. Klopt, ja. En daarvoor is bewust gekozen. De jongeren komen allemaal uit een stresssituatie, hebben gestudeerd, zijn al dan niet afgestudeerd en nu moeten ze gaan doen aan stressrelease en daar komen we in. Ja. En die Vostinkokroe, wat zal het allemaal te bieden hebben? Een variëteit aan drank, aan voeding en ook nog de kleinere zaken zoals snacks, de vroegere schaafijsman zoals we die kennen. Niet vanuit de machine, maar dat karretje dat er is. We zullen ook live cooking hebben. Noem maar op, het is echt een variëteit. Maar die Vostinkokroe dreigt verloren te gaan? Ja, het dreigt verloren te gaan en dat hebben de deelnemers ook aangegeven. Wanneer ze het hebben, niet elk een weet wat bijvoorbeeld een pinda alesi is. Vanuit de Javaanse keuken zijn er ook namen genoemd die ik me ook eigen moet maken. En zo ook vanuit de Indiase keuken. Het zijn allemaal nieuwe namen, ook voor mij. Maar dat is nou net de bedoeling, dat kennis wordt gemaakt met al dit soort gerechten. En ook nog de ingrediënten die in voeding gezet worden. Maar hoe belangrijk is de presentatie? Want de naam zegt het al, Vostinkokroe. Maar hetgeen gepresenteerd zal worden, zal er ook daarmee rekening gehouden worden? Daarmee, voor zover dat kan. Als we het hebben bijvoorbeeld over de Indonesische keuken, hebben we dat ze in de bladeren, de bekende bladeren, hun eten zullen serveren. Weer anderen hebben aangegeven in kalebassen. Het verschilt allemaal. Het zal niet gelden voor alle gerechten natuurlijk, maar er wordt daarmee rekening gehouden. Hoe is het met dat aspect van het vastleggen van dat stukje immateriële erfgoed? Ja, we hebben ook gevraagd aan de standhouders om op papier voor ons te zetten waaruit zo'n gerecht bestaat. Hoe het is gemaakt, hoe het wordt samengesteld en ze hebben toegezegd dat te zullen doen, waardoor we op termijn mogelijkerwijs samen met hen een boek kunnen uitgeven. Hoe zit het met de prijzen? De prijs het vorig jaar, dat is ook in onze evaluatie meegenomen, was het de prijzen zijn hoog. Wij hebben gevraagd aan de standhouders om minimum en maximum prijzen te hanteren, waardoor ieder aan zijn trekken kan. Wat zegt u dus als directeur cultuur voor de komende 3 dagen, 25, 26, 27? Kom allemaal naar het Vostinkokroe Festival om niet alleen voor de ontspanning, maar ook nog om kennis te maken met onze rijke culinaire keuken.